De UVT-Sociëteit is een initiatief van het college van bestuur en de faculteiten om ons verborgen schatten, laat ik het maar zo zeggen, die wij in huis hebben, dat zijn die getalenteerde onderzoekers, om die duidelijk te maken, kenbaar te maken, zichtbaar te maken in het Haagse en in het Brusselse. En te zorgen dat wij gewoon ook niet het best bewaarde geheim van Brabant zijn. Zeker op vrijdagavond bij elkaar komen, een beetje thema's verdiepen en uitdiepen, daarover discussiëren. En de verbinding die kennelijk al gezocht wordt tussen wetenschap en de politiek in dit geval is denk ik wel heel mooi en heel goed. Ik denk dat wij veel mooie dingen te bieden hebben die we doen in onderzoek. En het is belangrijk ook om die op de goede manier onder de aandacht te brengen, ook in Den Haag. Hè, waar je weet voor de politiek en ook voor met andere mensen. Dus ik denk dat deze sociëteit een mooi platform biedt om onze kennis ook te delen met anderen. Ja, het is wat mij betreft een betoog wat niet direct een einde kent, althans geen afgerond einde. Het is een beetje een beschouwing over de rol van elites en hoe zich die verhouden tot de massa. En massa bedoel ik dan, dat is een beetje een klassiek thema geweest in de sociologie en ik heb sociologie gestudeerd. Dus massa moet me niet opvatten als een soort hele negatieve term voor het electoraat. Maar wel hoe de sentimenten en de emoties in de samenleving vertaald worden, in de politiek, in de media en in hoeverre daar een gezonde verhouding tussen beiden is. Ik denk dat het een hele mooie start is van de sociëteit met een mooi gezelschap, met denk ik een belangrijk onderwerp. En ik ben blij dat ook minister Klink zelfs beschikbaar is om te reageren op dingen die wij hebben gevonden in het onderzoek. Dus ik heb er goede verwachtingen van. Ik denk dat het een hele mooie start is.